Suriname verwacht in december een positieve beoordeling van het IMF, aldus president Santokki. De IMF-evaluatie betreft het hervormingsprogramma dat de Surinaamse economie versterkt door schuldherstructurering en economische hervormingen. Sinds de start van het programma heeft Suriname 7 succesvolle beoordelingen behaald. Met steun van internationale partners en gericht op toekomstige olie- en gasinkomsten zet de regering zich in op economische diversificatie, duurzame energie en versterking van essentiële sectoren zoals onderwijs en gezondheidszorg. Het ministerie van Arbeid werkt samen met IDB om vaardigheden in sectoren zoals ICT, dienstverlening en toerisme te ontwikkelen via het project Label Market Alignment with New Industries. Tijdens een workshop op 7 november werden de behoeften voor starterposities besproken en worden gratis trainingsprogramma's gepland voor 2025, goed voor 500 nieuwe banen. Minister McAndrew benadrukte de dringende behoefte aan opgeleid personeel en specifieke vaardigheden in verschillende sectoren om de economische groei van Suriname te ondersteunen. Green Heritage Fund, Suriname en het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu lanceerden het ProMar-project om de vervuiling in de Caribische Zee te verminderen door beter afvalbeheer en circulaire economie. In een workshop bedachten deelnemers uit diverse sectoren innovatieve oplossingen tegen zwerfafval. Een enquête volgt om inzicht te krijgen in het bewustzijn over dit probleem in Suriname.